Een buschauffeur, de 59-jarige Dinesh Ramdas, is vanmorgen bij een bizar verkeersongeval nabij het Gotopomstation aan de Van het Hoogruitstraat overleden. Ramdas kwam onder zijn eigen bus terecht met het dodelijk afloop als gevolg. De redactie verneemt dat de buschauffeur geparkeerd had om te tanken en uit de bus stapte. Hij zou daarna gemerkt hebben dat de bus begon te rollen. In de hoop de bus tot stilstand te brengen, rende hij voor het voertuig om die tegen te houden. Echter rolde de bus van de helling, waardoor de buschauffeur werd overreden door de bus. Met assistentie van de brandweer werd Ramdas van onder de bus gehaald. Toen de ambulance arriveerde, bleek dat hij het leven had gelaten. Een ooggetuige, Petrus Redmond, vertelt wat hij gezien heeft.